Wie is er vroeg wakker? Ik. Heel vroeg. Goedemorgen, hier zijn weer jullie twee favoriete maloten. Want 2:30 stond de wekker. En we hadden gisteren een hele lange reisdag gehad. Dus ja. Dat was best wel even pittig. Kort nachtje, denk maar 4 of 5 uur geslapen hebben. Ja, de wekker ging. En we hebben natuurlijk niet zoveel ruimte bij het slapen. En ik schoot omhoog. En ik, ja, omdat je maar gelijk het plafond hebt, knalde ik gelijk weer terug. Dus ik had al een rough start. Ja. Maar waarom doen we dat, Daryl? Ja, we staan nu op de parkeerplaats bij Roy's Peak. Dat blijkt een hele mooie wandeling te zijn. En we willen graag de zonsopgang zien. Ja, en daar moet je wat voor over hebben. Namelijk een minder nachtrust. Maar het uitzicht blijkt heel mooi te zijn. Ja, en het is totaal bijna een hike van 5 tot 6 uur. Dus dat is een totaal. En het eerste stuk schijnt nog heel erg zwaar te zijn. Want we moeten heel veel gaan klimmen. Heel erg stijgen. En dat doen we dus in het pikken donker. Dus we hebben zo meteen onze hoofdlampjes op. En dan gaat dit stel weer. Ja, we wilden hem eigenlijk eerst overdag gaan hiken. Maar door een tip van de wereldvreters hebben we besloten om toch 's nachts te doen. Want dan blijkt je dus die geweldige zonsopgang te kunnen zien. Dus we hebben ons weer over laten halen. Ja. En we gaan er nu mee starten, want anders missen we hem dan. Ja, dat zou helemaal zo zijn. We gaan het starten. Daarvoor, Melanie. Yeah. Zo, veel licht. Gaat ze dan de berg op. Zo, hoe ver zijn we? Ja, niet ver. Maar nu ook kapot. Stel omhoog. Bizar. Maar wel heel stil. Het is alleen maar stel omhoog. Dit verklaart alle keutels op de weg, want er liggen hier schaapjes. Kijk wat daar ligt. Obstakel op de route, want hier ligt een hele grote koe. En ik heb het niet over Melanie. Zo. Hallo, ga maar weer lekker slapen jij. Geen idee of jullie het kunnen zien, maar we hebben heel de melkweg boven ons. Nog even doorbikkelen en dan zijn we bij de top. Yes. Zo zie je maar, je bent nooit de enige. Want al die stipjes zijn mensen die hem ook aan het reiken zijn. We zitten zo hoog op de berg dat hier gewoon ijs ligt. We zijn aangekomen op de top. En het is hier heel koud. Het is hier enorm koud. Er zit ook een soort van mistbank. En uiteraard zijn we niet de enige, want achter ons zijn er nog een paar mafkezen die we ook gelopen hebben. Maar het is echt wel heel tof om te doen. Het is wel enorm stil naar boven. Het is echt heel zwaar. Ja, je moet het niet onderschatten. We zijn echt een paar keer helemaal kapot gemaakt. Ja, ik denk wel een goede 2,5 uur erover gedaan om naar de top te gaan. En het is alleen maar stel omhoog. Ja. Er is niks dalen. En je klimt volgens mij meer dan 1200 meter, dus het is echt een end. Maar ik denk eerlijk gezegd dat je hem inderdaad beter 's nachts kan doen, want dan zie je niet hoe ver het elke keer is. Dus dan... En het uitzicht dan is ook niet zo tof. Nee, want dan kijk je dus alleen maar die regel op. We zijn heel benieuwd wat we zo meteen dan gaan zien met de zonsopgang. Ja, hopelijk trekt de mist hier een beetje weg. Net even op het kompasje gecheckt. Dankjewel, Caroline. Dat daar dus het oosten is, dus daar moet hij opkomen. Dus we hebben front row seats en nu afwachten tot de zon opkomt. En hopen dat we hem gaan zien. Ja, tot die tijd houden we elkaar maar een beetje warm. De zon begint eraan te komen. Inmiddels is het helemaal dichtgetrokken. Maar we houden hoop, hè Mel? Ja, we houden hoop. Ja, ik zie er echt uit als een ninja, maar het is zo koud. Ninja op de berg. Ik vind het helemaal prima. Aan die kant komt de zon langzaam op. En aan de andere kant hebben we prachtige met sneeuw bedekte bergen.
kan het nog mooier. De zon gaat komen. Yay! Daar is die dan, yeah. De zon. Zo mooi. Lang opgewacht in de barre kou. Het is nog steeds heel koud. Maar het is het zo waard, want het uitzicht is prachtig. Ja, het is zo mooi. En net als je denkt dat het niet mooier kan, zien we nu zelfs een regenboog daar in de verte. Amai, hier met de berg afgemaakt. Kijk eens even. Het wordt maar mooier en mooier en mooier. Dit is waar we voor leven. We zitten boven de wolken. En wat naar boven gaat, moet ook weer naar beneden. Dus we gaan nu beginnen aan de aftocht. Op naar beneden! Daarboven was de top en nu moeten we dit hele stuk terug naar beneden. Al die kronkelweggetjes. Maar gelukkig is beneden sneller dan de boven, dus zo erg vinden we het niet. En onderweg zie je allemaal schaapjes. Zo, we zijn bezig met onze helse tocht naar beneden. De afdaling. Maar ik moet zeggen, die is wel minder hels dan naar boven. En we zien heel veel mensen nu ook echt struggelen die naar boven gaan. Want het is hier ook een stuk warmer nu beneden. Dus ik denk dat we heel blij zijn dat wij hem 's ochtends vroeg naar boven hebben gelopen. Zeker. En nu hebben we echt heel mooi uitzicht met het naar beneden, ja, het is lopen. Prachtig. Je ziet al die meren, dat water, die bergen. Je ziet heel het dorpje van Nakka. Ja, het is echt. Het is zo mooi hier. We hebben echt zo kleuren. Het gaat nergens over. Nou, ook echt met die zonsopgang. Zo. Ja, ik vond het zo mooi. Ja. Het is echt niet te doen. Ik vond het zo mooi. Het was echt. Nou, ja. Ik moet eerlijk bekennen, ik vond het echt zwaar om naar boven te lopen. Want het is gewoon constant alleen maar stel naar boven. Ja. Het is alleen maar stel naar boven. We hebben denk ik een goede 2,5 uur over gedaan. En we liepen best door zelfs. Ja, want mensen zijn nog zo, wat lopen jullie snel? En ik dacht alleen maar, ik heb het zo zwaar. Ik ga het nergens over. Het op een gegeven moment kwam die zon een beetje op. En de bergtoppen kleurden gewoon helemaal roze. En die kwamen, nou,
Ik heb nog nooit zoiets moois gezien. Ja. Ik werd er een beetje emotioneel van. Heb ik normaal nooit. Ja, dat wordt nooit emotioneel. Nee. Ik heb dat nooit. Een diep donker zwart gat zit waar mijn hart zit. Maar blijkbaar had dit een snaartje. Heeft hij toch nog wel gevoel? Ja, het was echt zo... Het was zo... Ja, overdonderend mooi. Dat, ja. Nou, ik denk dat dit ook echt een van de mooiste dingen is die ik ooit heb gezien. Zo met die bergen en die besneeuwde top en dan dat meer. En... Ja. Ja, dat was gewoon bizar. Zo perfect. Ik moet zeggen, je moet er echt wel wat voor over hebben. Ik ben blij dat ik het ooit één keer in mijn leven heb gedaan. Ik ga het niet snel nog een keer naar boven lopen. Maar we zijn blij dat we het niet hebben gemist. Nee, absoluut niet. Nee, het was 100% waard. Echt 100%. Maar ik zie ook echt mensen hier echt het zwaar hebben. Ja. Maar als je dus naar Wanaka gaat, ga Roy's Peak beklimmen. Ja. Doe het vroeg. Ga zorgen dat je conditie hebt voordat je naar boven klimt. Ja, want op je zigzagt hem eigenlijk helemaal naar boven. En ja, elke keer om de hoek ga je weer verder omhoog. Ja, en elke keer keken we elkaar aan, weer omhoog. En dat het zo donker is. Je ziet het pad niet voor je. Je ziet ja een paar meter voor je. En dan denk je, wat is dit? Ja. Maar dat is ook wel en weer grappig. Wij hebben volgens mij ook de toeristische route gehad op de Heenweg. Ja. Want wij dachten, we volgen de andere... Ja, er waren niet heel veel lampjes voor ons. Maar er gingen er twee ergens in de verte voor ons. En we dachten, die volgen we. Ja. Maar we zagen soms bijna dat pad niet, zo donker was het. Nou, wij gingen ergens op zo'n smal paardje helemaal tegen de bergwand. En we zeggen tegen elkaar, dit klopt niet hoor. Dit is niet het goede pad. De rest was gewoon echt hap naar beneden. Ja, gewoon. We hadden gewoon afgerond naar beneden. Ik zeg, als ik hier uitglij, we liggen beneden joh. Maar ja, wij dachten, we gaan toch maar doorlopen. We moeten ergens een keertje boven komen. Nou, dat bleek niet de goede route te zijn. Want de terugweg was een hele andere weg. Maar als je richting die top komt, op een gegeven moment gaat die splitsen. En omdat je dus niet verder kan kijken, omdat het zo donker is, weet je niet welke route je moet nemen. Ja, dan volg je natuurlijk de lampjes hier al lopen. Ja, maar, nou, wij hadden mooi de toeristische route. Dus we kwamen daarna ook allemaal van de andere kant vandaan. En wij dachten, ja, we hebben echt de verkeerde kant gehad. Ja, maar we waren als een van de bijna een van de zeker, eerste boven. Zeker, ja. Toen wij aankwamen, daarboven waren er misschien 5 andere mensen al. Ja, één klein, wat samenliepen groepje. Ja, een klein groepje samen. Maar we waren ook best wel vroeg uit de veren. 3:30 en half 4 zijn we begonnen. Dus we waren ook wel ver voor zonsopgang boven. Zo, heel koud boven. Uur boven zitten rillen als een rietje. Maar, waard. Ja, zeker waard. Echt. Absoluut. Het was zo mooi. En nu zijn we helemaal bij blij. Een picknickbankje aangekomen die we niet hebben gezien op de heenweg. Maar die er zeker gestaan heeft. Met mooi uitzicht. Dus we gaan even een bammetje eten om weer op kracht te komen. Deze Hollanders hadden weer een broodje gesmeerd. Dus sowieso. Ja, wij gaan lekker nog even genieten van het uitzicht. Uitzicht te genieten. Doei doeg! Kijk, dat is nog eens een snelle manier om naar beneden te komen. En we gaan weer verder. Dames en heren, daar komt ze dan. Ze heeft Roy's Peak beklommen. Yay, we did it! Zo, ik ben wel trots op ons. Ja, we hebben het echt heel goed gedaan. High five me. Yeah. Hoppakee, en we zijn weer terug. In de pocket. Zo. Oh, yes! We hebben het geflikt. Yes! En nu? Camping, voetjes omhoog. Voetjes omhoog, niks meer doen, slapen en zuipen. Doei! Zo, het stel zit. Eindelijk, lekker plankie. Proost. Proost. Goedemorgen. Zo, gisteren hadden we een zeer, zeer, zeer geslaagde dag. Natuurlijk onze bizar mooie zonsopganghike. Ik heb nog steeds spierpijn. We hebben wel allebei spierpijn. En in de middag even lekker gerelaxed. Was ook wel even nodig. En nu zijn we weer klaar voor het nieuwe avontuur. Absoluut. We hadden eigenlijk eerst het plan om richting Mount Cook te gaan. Maar de weersvoorspelling was daar niet zo heel erg goed. Dus nu gaan we richting Milford Sound. En Milford Sound staat bekend om zijn hele vele watervallen. Dus onze eindstop is Te Anau. En morgen gaan we hebben we dan een boottour richting Milford Sound. En dan ga je helemaal tussen de bergen door en de watervallen. Ja. Dus een soort fjordlandschap volgens mij, ja, toch? Ja, klopt. Een soort fjordlandschap daar. Dus daar hebben we ook echt heel veel zin in. Heel erg benieuwd naar. Ja, lijkt me heel mooi. Ja, we moeten vandaag wel een flinke ruk maken, want het is echt nog wel een stuk rijden. Maar onderweg zien we waarschijnlijk weer allemaal mooie dingen. Dus we gaan weer stoppen, uitstappen en dingen opnemen. Ja. Dus dat komt helemaal goed. En we gaan zo meteen nog naar de bekende Wanaka Tree.
Dus die gaan we nog even zien voordat we dit mooie plaatsje gaan verlaten. Ja, we missen de bergen nu al achter ons. Dit is wel echt een mooi plaatsje. Wanaka is echt prachtig. Daar moet je heen. Ja, dat meer en dan die bergen erachter. En we hebben hier ook echt wel goed weer eigenlijk gehad. Dus... zonnetje is ook nu lekker warm. Ja. Dus dat. Nou, wij gaan er weer een mooie dag bij maken. Ja, wij gaan er weer tegenaan. Daar staat hij dan hoor. That Wanaka tree. We staan nu bij de hoogst gelegen geasfalteerde weg van Nieuw-Zeeland. Dat is hem. We zijn lekker bezig. Nou, we zijn aangekomen in Tanau. We zijn op de camping. We hebben zojuist even gegeten en we hebben een hot tub geboekt. Dus daar zijn we nu naar onderweg. En we zijn heel erg nieuwsgierig. We hebben eerst gekeken, maar je moest hem reserveren. Dus we dachten, nou, laat het maar doen. Het is hier wat frisser namelijk. Dus we dachten, nou, kunnen we lekker weer warm worden. Dus daar gaan we nu naartoe. Lekker even bijkomen van de lange autorit. En dan morgen naar Milford Sound toe. Heel erg benieuwd. Nou, daar ga ik. Oh, het is warm. Wel logisch, aangezien het een hot tub is, maar toch. En nu kan het ontspannen beginnen. Wij zijn weer helemaal zen en weer terug bij de camper. Hot tub was lekker. En vanavond gaan we een beetje bij tijd naar bed, want morgen moeten we er vroeg uit om naar Milford Sound te gaan. En we zijn heel erg nieuwsgierig, dus dat staat morgen op de planning. Tot dan!